die ellende nog steeds massaal. Dank u wel. Interruptie van de heer Asserkant Denk. Voorzitter, we horen dit al 15 jaar. De vraag aan de heer Wilders is, waarom toch altijd komen met die xenofobe bliksemafleiders? De heer Wilders. Ik kom met de waarheid. Ja, als ik kan. Ja, voorzitter, de heer Wilders zei in het begin tegen het kabinet dat zij de oorzaak zijn van alle problemen. Het zijn niet de asielzoekers, nog de vluchtelingen die voor gevaar en voor hun eigen veiligheid moeten vluchten. Daarvan zei de koning gisteren terecht, daar is plek voor in Nederland. En ik zeg tegen de heer Wilders, voorzitter, die kunnen er niks aan doen dat dit kabinet in 10 jaar tijd 200.000 sociale huurwoningen heeft vernietigd. Die kunnen er niks aan doen dat dit kabinet bezuinigd heeft op de politie. Die kunnen er niks aan doen dat dit kabinet bezuinigd heeft op de zorg, zegt de heer Wilders bij elk debat. Het aantal IC-bedden is gehalveerd. Dus voorzitter, waarom komt de heer Wilders nou elke keer met die bliksemafleiders? Dat is alleen maar in het voordeel van dit kabinet. De heer Wilders. Voorzitter, het zijn vaak geen asielzoekers. Dat is juist het grote probleem. Het zijn migranten die zich voordoen als asielzoeker. U weet, voordat je in Nederland komt, kom je al door 4, 5, soms 6 veilige landen voordat je de Nederlandse grens bereikt. En volgens de regels, volgens de Dublin-bijeenkomst heet dat zoals u weet, zijn asielzoekers verplicht het eerste land wat ze aankomen om daar asiel aan te vragen. En ik zeg u, meer dan 90%, volgens mij zelfs meer dan 95% van de zogenaamde asielzoekers komen niet via Schiphol binnen. Komen via land Nederland binnen. En zijn, omdat ze al door 4, 5 veilige landen zijn gegaan, waar ze niet wilden blijven. Waarschijnlijk omdat de uitkeringen niet hoog genoeg waren. Waarschijnlijk omdat ze niet meteen een huis kregen. Waarschijnlijk omdat de vrouwen niet blond genoeg waren. Ik weet niet wat de reden zijn, maar ze zijn doorgegaan vanuit 4, 5 landen tot ze in Nederland waren. En dan zijn het geen asielige asielzoekers meer. Dan zijn het migranten die als migranten moeten worden behandeld. En daarvoor is geen plaats in Nederland. De heer Asserkan. Voorzitter, met deze teksten vervuilt de heer Wilders altijd het debat. En ik denk dat we terug moeten naar de feiten. Het zijn de keuzes geweest van dit kabinet in de afgelopen 10 jaar die hebben geleid tot dat de bestaanszekerheid onder druk staat. 200.000 woningen vernietigd, bezuinigd in de zorg, btw belasting omhoog gegooid. Dus voorzitter, ik zeg tegen je Wilders, blijf nou gewoon bij de feiten. Maar kom niet met die xenofobe, met die racistische drek die er elke keer voor zorgt dat mensen op straat bespuugd worden. Dat het draagvlak afneemt. Waarom doet u dit? Dank zeg ik via u, de heer Wilders. De heer Wilders. Weet u wat, u mag tegen mij alles zeggen, ik vind het allemaal niet erg. Maar weet u wat de feiten zijn? De feiten zijn dat 66% van de zakkenrollers zijn niet-westerse allochtonen. 60% van alle straatrovers zijn niet-westerse allochtonen. 40% van alle drugsmisdrijven zijn niet-westerse allochtonen. 40% van alle stalking en bedreigingen zijn niet-westerse allochtonen. 39% van alle geweldsmisdrijven, 39% zijn niet-westerse allochtonen. 39% van alle vuurwapenmisdrijven zijn niet-westerse allochtonen. En dan kan ik nog 3 uur doorgaan. Wat ik zeg zijn de feiten. Ze zijn oververtegenwoordigd in alle verkeerde statistieken. Van uitkeringsafhankelijkheid, meer dan de helft in de bijstand is inmiddels allochtoon, niet-westerse allochtoon volgens mij zelfs. En ook in de criminaliteit, oververtegenwoordigd. Het zijn geen zielige mensen, het zijn migranten, vaak jonge mannen, zonder hun vrouwen en gezinnen, die hier komen en de boel op stel te zetten. En daar is gewoon geen plaats voor in Nederland. Klaar. Ja, als er kan. Voorzitter, in de afgelopen 12 jaar dat Rutte aan de macht is, heb ik gezien dat de heer Wilders elk jaar dit verhaal houdt. En het lijkt wel of zolang hij hier zit, Rutte ook blijft zitten. Mijn oproep aan hem is, laat nou de problemen die veroorzaakt door dit kabinet, laat die zichtbaar zijn. Daar begon hij mee. Maar kom niet met dat soort statistieken die ergens op de zolderkamer van de PV's hobbyisme worden afgedrukt. Waar het om gaat, voorzitter, ja, de heer het aantal mensen. De heer voorzitter, het woord. Van de veilige landers, dat zijn er 3%. Dat weten we. En je krijgt in Nederland, krijg je niet zoals de VVD ooit zei, gratis tandartszorg. Je krijgt niet zoveel gratis. Het is een harde bestaan. En het feit dat we in Ter Apel onder het bestaanszekerheid zijn gezakt, omdat we daar mensen wekenlang buiten lieten slapen, omdat er een kind van 3 maanden overlijdt, ook dat zou de heer Wilders moeten aantrekken. Maar ik zeg tot slot, voorzitter, ik denk dat zolang de heer Wilders dit soort verhalen houdt en afleidt van de essentie, namelijk dat daar de keuzes worden gemaakt, dan is hij eigenlijk
De grootste campagnemedewerker van de heer Rutte. Hij houdt hem in stand. Als hij nou gaat, gaat Rutte ook. De heer Wilders. Voorzitter, collega Van Denk had het over bestaanszekerheid. En het is toch werkelijk wel de wereld op zijn kop. En typisch ook voor Denk dat ze zich hier zorgen maken voor de bestaanszekerheid van asielzoekers die geen asielzoeker zijn. En dat ik ze niet hoor over de bestaanszekerheid van de Nederlander. Ik heb het over de bestaanszekerheid van de Nederlander. Weet je wat we met die miljarden kunnen doen? Als we de grenzen sluiten voor gelukszoekers. En nogmaals, het zijn vooral gelukszoekers. Ze komen via 3, 4, 5 veilige landen pas in Nederland en dan in één keer roepen ze asiel. Dat roepen ze niet in Duitsland, dat roepen ze niet in Oostenrijk, dat roepen ze niet in Roemenië, dat roepen ze pas in Nederland. Het zijn geen asielzoekers, het zijn vooral gelukszoekers. En dat geld, honderden miljarden heeft ons dat gekost de afgelopen jaren. Honderden miljarden. Dan zouden we in Nederland alle problemen financieel gezien voor de mensen thuis morgen kunnen oplossen. En als ik moet kiezen tussen onze miljarden van die hardwerkende Nederlander geven aan die Nederlander in bestaanszekerheidsproblemen, die zijn boodschappen niet kan betalen, die zijn verwarming laag moet zetten, die zijn huur niet meer kan overmaken, of die mensen van u in het asielzoekerscentrum, is de keuze snel gemaakt. Ja, als er kan. Tot slot. Voorzitter, wij staan voor het belang van Nederland als partij. Maar we staan ook voor het belang van fatsoenlijk omgaan met mensen die het moeilijk hebben. En dat is iets wat de PVV al lang heeft afgeleerd. Als je dat doet bij de PVV, voorzitter, is er geen plek voor je. Maar het feit dat er mensen buiten slapen, 3 weken lang, dat er een baby overlijdt, dat mensen niets te eten hebben, dat moeten we ook onszelf aantrekken. En ik zeg via u, voorzitter, tegen de heer Wilders, u bent nog steeds de grootste campagnemedewerker van de heer Rutte, zolang u het volk tegen elkaar opzet. U weet, zeg ik via u, voorzitter, dat in de wijken waarin heel veel stemmen worden gedaan op de PVV, de andere helft op Denk stemt. Maar het zijn wel dezelfde zorgen. Mensen willen hun boodschappen kunnen betalen. Mensen willen een fatsoenlijke woning. En als dat afgebroken wordt door dit kabinet, dan moeten we ons daarop richten. Op het probleem en niet op de mensen die er niks aan kunnen doen. U vervolgt uw betoog, meneer Wilders.